Nijmegen viert 750ste verjaardag van de najaarskermis. Er is straattheater, vuurwerk, kunst en nog veel meer. De Nijmeegse Stevenskerk heeft de afgelopen maand een heel feestjaar afgesloten rondom het 750-jarig bestaan. Maar zijn leeftijdsgenoot viert het deze week. De Nijmeegse najaarskermis is in de binnenstad neergestreken en ook die bestaat 750 jaar. Bij de kermis staat onze verslaggever Matthijs Simmeling. Momenteel is de kermis zelf nog gesloten, maar deze attracties zijn niet het enige dat er deze week rondom het jubileum van de kermis te doen is. Afgelopen zaterdag werd het allemaal afgetrapt met de officiële opening door de burgemeester en met feestmuziek vanaf het carillon van de Stevenskerk. En zaterdagavond vond er een kleine vuurwerkshow plaats op de Waalkade. De kermis wordt al 750 jaar gehouden. Maar dit is de eerste kerkdienst tussen de botsauto's. En het bevalt. Natuurlijk veel leuker dan een normale kerkmis, kan ik wel zeggen. Ja, natuurlijk. Want? Ja, wanneer zit je nou op een botsautobaan een mis te bekijken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, botsauto's en lampjes om je heen, dat hebben we normaal niet, hè? Okay. Dat is eigenlijk wat de kermis is. De kermis brengt mensen samen van elke religie, elk geloof. Ja, dat is wat we eigenlijk doen. Dus dat maakt dat dit er ook heel mooi bij past. Bernard van Welsenes gaat al meer dan een halve eeuw voor bij dit soort kerkdiensten in het hele land. Daarom weet hij dat het niet al te stijfjes en formeel moet zijn. Nee, alsjeblieft niet zeg. Ja, nou, het is het ene land. Het is dat je serieus bent. Je weet waar het over gaat. Over het evangelie van de wijnstok. Verbonden zijn bij elkaar. Elkaar voedsel geven, ruimte geven. En ook de blijdschap die wijn ook kan geven. Een relaxte sfeer dus, waarbij deze dienst natuurlijk is afgesloten met de zegening voor de hele kermisweek. In de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, amen. Gisteren op zondag was er een speciale kermiskerkmis hier op Kelvkenbos. En er was een straattheater, dat zal het volgende weekend nog eens gebeuren. Maar ook deze week is er van alles te zien. Zo is er in een container de hele week een miniatuurkermis te bezoeken en onderaan de voerweg is een kunstexpositie te vinden. Genoeg extraatjes dus deze kermis, maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de kermis zelf. Afgelopen zaterdag was de eerste dag en vooral in de avond was het meteen al gezellig druk. Verslaggever Claire was hierbij aanwezig. We staan hier nu op de Nijmeegse kermis. Dit jaar is een bijzondere editie, want de kermis bestaat namelijk 750 jaar. En we jagen is trakteerd, dus laten we kijken of dat er wat te halen valt. Dit jaar is een bijzondere editie. Weten jullie ook waarom? Ja, het is 750 keer is. 750 jaar. Zeker, klopt. En zijn er wat favoriete attracties hier? Nou, wat is jouw favoriete attractie? De draaimolen. Is het een beetje gezellig hier op de kermis in Nijmegen? Ik ben hier net 5 minuten, maar tot nu toe bevalt het me goed. Voor de ingang van het Nijmeegse Radboud UMC werd zaterdag de hele dag actie gevoerd tegen de lange wachtlijsten in de transgenderzorg. De eerste demonstranten verzamelden zich al rond 7 uur in de ochtend bij het ziekenhuis. Transzorg Nu, een groep transgenderactivisten die de transgenderzorg wil verbeteren, verwacht op het drukste punt van de dag zeker zo'n 300 mensen en verspreid over de hele dag zo'n 1000. Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks was ook aanwezig en zij wil de kwestie bovenaan de politieke agenda zetten. Na 3 jaar heb je een intakegesprek en eigenlijk daarna pas mag je beginnen aan een diagnostische fase waarin je gesprekken voert en waarin dan uiteindelijk groen licht gegeven wordt aan jou om de hulp te krijgen die jij nodig hebt om jezelf te zijn. En dat vinden we niet oké. Ja, we vinden het verschrikkelijk jammer dat ze het nodig vinden om te demonstreren, dat dat ook nodig is. Daar maken wij ons ook zorgen over als ziekenhuis, als het Radboud UMC. Maar het vraagt een oplossing die wat breder gaat dan alleen het Radboud UMC. Het is het vraagt landelijke aandacht. U kunt dat niet alleen oplossen. Ja, dat klopt. Dat kan niet. Ook dit jaar zal er in Druten geen Sinterklaasintocht worden georganiseerd. Het comité dat de intocht in het verleden organiseert, legde eerder al hun werk neer uit onvrede over de Zwarte Pieten discussie. Een nieuw comité is nog niet gevormd.
Toch zal Sinterklaas dit jaar wel een bezoekje brengen aan Druten, maar dan een weekje later inclusief roetveegpieten. Volgens centrummanager Miranda Ralsmalen vinden winkeliers dat de kinderen uit Druten wel recht hebben op een Sinterklaas. Op vrijdag 24 november kunnen kinderen op de foto met Sinterklaas in de kiosk op de markt. En zondag 3 december loopt hij rond in het centrum. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft positief gereageerd op de derby tussen NEC en Vitesse van afgelopen zondag. Hij zegt het uiteraard jammer te vinden dat NEC heeft verloren. Maar desondanks de sfeer in het stadion overwegend gemoedelijk en sportief vond. Er zijn slechts 2 aanhoudingen verricht. Volgens Bruls hebben de meeste supporters van zowel NEC als Vitesse laten zien dat er ook een sportief beladen wedstrijd plezierig kan worden beleefd. Mensen met groene vingers konden deze zondag hun hart ophalen in het centrum van Beuningen. Op het Julianaplein werd namelijk de eerste editie van het Groen Festival georganiseerd. Naast kraampjes om inspiratie op te doen, waren er ook lezingen en workshops. Nou, wij hebben eigenlijk samen met de centrummanager Miranda hebben we voor de eerste keer een groenfestival georganiseerd. Dat is ook als aftrap voor het vergeten plantseizoen, vergeten tuinseizoen. Die begint op 1 oktober, dat is vandaag. We hebben dus een groenfestival samen met allemaal lokale groene initiatieven en partners uit de gemeente Beuningen. Die hier staan met hun kraampje of een lezing geven of een aantal workshops uitvoeren. We hebben de tent voor 2 dagen en we hebben gisteren dus de modeshow gehad. En we hadden zoiets zo van, is natuurlijk wel leuk als je op de zondag ook nog een event hebt. De gemeente stimuleert heel erg het groen. Dus straks geeft de gemeente ook een lezing over hoe je een biodivers park aanlegt. En hoe je dat ook met bewoners samen kan onderhouden. En dan probeer ik in het centrum hier ook heel veel groen te doen. Zo van, dan loopt het water allemaal beter weg. En dat willen we allemaal heel graag. Het Groenfestival is niet alleen maar bedoeld voor mensen met een tuin of balkon. Er is namelijk ook genoeg te doen voor de kinderen. Verder is het belangrijk om meer aandacht aan het klimaat te geven. Ja, en deze dag mogen we natuurlijk niet missen, want wij zijn een groenclub. Dus wij zijn hier, denk ik, erg op ons plaats. Want we onderhouden het landschap en dat doen we niet voor een paar jaar, maar dat doen we om het landschap zoals dat zich in Beuningen door de eeuwen heen heeft gevormd, in stand te houden. Je merkt natuurlijk dat het klimaat heel erg verandert. Hè? We hebben steeds meer te maken met hitte. We zitten nu in oktober en de zon schijnt, het is 25 graden, terwijl je eigenlijk al wel een beetje herfst zou verwachten. Maar je merkt ook dat je steeds meer te maken krijgt met hoosbuien, dus het regenwater blijft langer liggen. Dus er moeten dingen gedaan worden om met dat klimaat om te gaan. Ik vind nu al dat er heel veel aanloop is en dat mensen ook geïnspireerd naar huis gaan en aan de slag gaan met het aanleggen van een groene tuin. Ik denk dat dat de boodschap is van vandaag. We gaan het volgend jaar denk ik zeker weer doen. Als je al ziet hoe de opkomst nou is voor de eerste keer, denk ik dat we het volgend jaar zeker doen. Maar dan kunnen we het nog groter uitpakken, want we zijn ook van met planten verkopen en weet ik wat allemaal. Ja, en dan kijken we even naar de sociale media. Gemeente Wijchen deelt op Instagram een update over het project Hart van Zuid. De gemeente werkt momenteel aan een onderbouwing om uit te leggen waarom bepaalde voorzieningen moeten terugkomen op deze locatie. Om aan te kunnen geven wat dit gaat kosten en of het haalbaar is, wordt er momenteel een financiële toets uitgevoerd. Het gaat hierbij om voorzieningen als een winkelcentrum Zuiderpoort, een school en een buurthuis. Het Drutense dorp Horssen heeft een kennismakingsdag georganiseerd voor de nieuwe burgemeester Sigrid Sengers. Op zaterdag 28 oktober krijgt zij onder meer een rondrit door Horssen langs verschillende verenigingen en bezienswaardigheden. Ook is er een samenkomst in dorpshuis De Horst. Vanaf 12 uur zijn alle inwoners van Horssen daar welkom om kennis te maken met hun nieuwe burgemeester. En Nijmegen heeft de ambitie om in de toekomst meer muziekevenementen te programmeren op hun industrieterrein. Op Instagram doen zij dan ook een oproep aan organisatoren van dance-events die interesse hebben in deze locatie. Ze kunnen zich nog tot 15 oktober aanmelden hiervoor. Ja, en dan sport en dan maar eens terug naar die Gelderse derby. Hè, want zondag speelden NEC en Vitesse dus tegen elkaar. De verwachtingen waren hoog in Nijmegen, want Vitesse zit niet in de beste fase en kwam ook nog eens gehavend naar Nijmegen. Vooraf was iedereen dus positief over de kansen van NEC. In een uitverkocht Goffert was het dan wel Vitesse die snel al op voorsprong kwam. NEC maakte nog wel voor rust gelijk. Uiteindelijk verliest NEC in de laatste minuten van de wedstrijd en werd het 1-3 voor Vitesse. De wedstrijd werd nog wel eventjes gestaakt, maar voor de rest bleef het rustig in en rondom de Goffert. Een mokerslag dus voor NEC. Een zeer teleurstellende middag. Ja, zeker. Ik bedoel, zeker het moment waarop je de tweede goal natuurlijk tegenkrijgt net voor tijd.
Zeker als je kijkt naar de hele wedstrijd, hebben we denk ik voldoende kansen uitgespeeld om er twee in te schieten. En dat hebben we niet gedaan. En dan is het extra zuur dat je hem nog verliest. Ik vond NEC wat nerveus beginnen. Vond jij dat ook? Nou, dat weet ik eigenlijk zo net niet. Ik bedoel, ik denk dat het in het begin altijd zoeken is naar je plekje. En er komt natuurlijk veel duelgedrag in de beginfase. Maar ik denk dat we de eerste helft gewoon gedomineerd hebben. En 4-5 echt goede kansen hebben gehad om de tweede te maken. Dus ja, weet je, ik denk niet dat we slecht in de wedstrijd zaten. Ja, ik bedoel meer te zeggen nerveus begin. En daarna pakt je ploeg het heel goed op. Ja, klopt. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, de eerste uur hebben we denk ik gewoon prima gevoetbald. Tegen een tegenstander die heel ver inzakt, waar de ruimtes klein zijn, daar hebben we voldoende tegen gecreëerd. Alleen, we zijn niet doeltreffend genoeg geweest aan de ene kant. En aan de andere kant, voor de 3-1 hebben we denk ik één bal op goal gehad en dat was de goal. De tweede helft dan er even bij pakken. Had je op een gegeven moment ook het gevoel van, nou, dit kabbelt voort en het blijft 1-1? Ja, weet je, naar wat ik zeg, het eerste kwartier hadden we nog een kans met Robert. Kans van Bart die niet breed legt, die schiet. Robert die een keer wordt neergelegd in de 16 al dan niet. En dat ebt op een gegeven moment weg, omdat zij ook heel compact spelen. En we konden daarin weinig meer creëren. Ja, dan heb je het gevoel van, het kan wel eens gelijk spel worden. Alleen in de 90ste minuten valt die vrije trap binnen en dan verlies je de wedstrijd. Kun je zo snel naar de wedstrijd al analyseren wat er misging bij die goal? Nee, ik heb eigenlijk nog niet echt teruggezien, maar volgens mij was het een goede aangesneden vrije trap die hij verlengt. Dus ik weet niet of daar meteen heel veel dingen misgingen, dat moet ik terugzien. Ja, na een heerlijk weekend en een heerlijke nazomerdag vandaag nog, met plaatselijk zo'n 24 à 25 graden, krijgen we morgen toch echt wel met een ander weerbeeld te maken. Vooral in de ochtend overheerst de bewolking en trekken er ook enkele buien over het land heen. Daar kan ook een klap onweer bij voorkomen en ook een flinke windstoot. In de loop van de middag klaart het dan wel weer op en wordt het nog zo'n 20 graden. Dagen erna is het prima herfstweer. De zon komt geregeld aan de pas en op een lokale bui na blijft het eigenlijk grotendeels droog. Temperatuur doet wel een klein stapje terug naar zo'n 18 graden. Richting het einde van de week loopt het kwik weer iets verder op. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 2 oktober. Volg ons ook op Facebook, X en op Instagram. Dat kan via RN7 online. En houd voor het laatste nieuws natuurlijk onze website in de gaten, rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Tot dan.